Dit zilvergrijze katje Cindy is intussen overleden. Het werd vorige week door een bewoonster gevonden in de Windmolenstraat in Hoboken. Het dier was verzwakt en bleek ziek. De bewoonster postte haar verhaal op Facebook en kreeg daar heel wat reacties. Ook van Nicole, zelf een grote dierenvriend en erg bezorgd over de situatie. Ik heb ook 3 pozen. Over enkele weken terug zijn die ook in elkaar gestampt. Het eentje hebben ze gewoon de heup nog kunnen plaatsen, zo. En dan 2 weken later, denk ik, met de andere poos. En dat hebben ze dan ook zo geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En die hebben ze dan moeten opereren. Ook Nicole's vriendin vreest nu voor haar huisdieren. Het zal wel zijn dat ik er maar zorgen over maak. Ik heb zelf 2 pozen en een hond. Dieren, het is echte vriendschap en echte liefde, dat kunnen van de mensen niet meer zeggen. En ik vind niet dat je... Zie naar dat beestje. Kun je daar iets aan doen? Kun je niet maken, vind ik. Dat is mijn principe. Samen met enkele andere Hobokenaars heeft Nicole nu flyers verspreid. Die eigenaars van dat poosje gevonden worden. En ik vind dat die moeten gestraft worden. Er zijn mogelijkheden genoeg voor een poosje nergens naartoe te doen als ze het niet meer kunnen betalen of zo, maar niet op deze manier. De Hobokenaren opperen nu ook het idee van een soort dierenpolitie, zoals in Groot-Brittannië bijvoorbeeld.